wat dus belangrijk is, wat ik vind. Veel chauffeurs onderweg kunnen niet trainen of willen niet trainen. Er zit bij mij een verschil tussen niet willen en niet kunnen. Dus bij deze heb ik een training bedacht. Als jij onderweg staat, op een parkeerplaats of wat dan ook, kun jij alsnog deze training doen. Na de eerste oefening. We hebben een elastiek meegenomen, gewoon heel makkelijk te koop bij de Action. Je gaat staan, je houdt je navel terug, je pakt de handen bovenhand vast en je brengt het elastiek tot onder je borst, bovenste ribben. En je ellebogen gaan smal naar achteren. Op deze manier voel je je bovenste schouderbladeren, die voel je naar elkaar toetrekken. Yes, dat is de eerste oefening. De volgende oefening hebben we net aan de zijkant al uitgeoefend. Dat ziet er heel goed uit en netjes. Die pakken we op deze manier een kleine stuk in push-ups. Yes. De volgende oefening is een shuffle. Ja? Duidelijk? Allemaal goed te volgen. Heel fijn. Dan die eerste squat wat we net geoefend hebben. Yes. En dan gaan we nog door naar de volgende oefening. We stappen hem op. En we wisselen van been. We stappen hem op. En we stappen hem weer af. En we wisselen weer van been. Yes. En de laatste oefening. Draai hem om. Handen naar voren. Ellebogen smal langs je lichaam. Naar achteren. Buigen 90-90. En weer op. Buigen. En weer op. Zijn de oefeningen duidelijk? Ja. We gaan van start. Totaal 18 minuten. Over 5 seconden. Yes, ik leg hem hier neer. We horen hem. Eerste 40 seconden aan het werk. Onder je borst. Yes. En heel goed. Je voelt ze aan elkaar knijpen. Heel goed. Netjes ademen rustig door. Neus in, mond uit. Mooie knieën, licht van het slot. Yes, hou die schouders laag. Trek. En weer terug. Trek hem. Hou hem laag. Trek. En weer terug. Dus 1 tel. 2, 1. 1 tel. 2, 1. Heel goed. We hebben nog 6 seconden op de klok. En dan gaan we naar de volgende oefening. De push-ups tegen de vrachtwagen. Yes. Oh, wacht even. 20 seconden rust eerst nog. Pak die rust even. Hoe voelde de eerste oefening? Ja, goed. Netjes. We hebben nog 8 seconden. Kijk even waar prettig voelt om vast te houden. Handen op borstbreedte. Kijk, de koppen licht naar binnen. Yes, gaan we weer. 40 seconden op de klok. Heel goed. Knijp zichzelf in laag, zodat je niet in je rug gaat zakken. Knijp die buik aan. Navel is dan terug naar je rug duwen. En dan heb je die stoot in je maag krijgt, maar dan nog rustig voor. Heel goed. Netjes, we zijn op de helft. Uit. Blijf in die plankpositie met je lichaam. Nog 5 seconden. Heel goed. Wow. 20 seconden rust. Even ontspannen. Yes. Gaat goed? Dit is ronde 1. Hè? De eerste keer is even kijken hoe de oefeningen gaan. Straks ronde 2 geven we iets meer. Ronde 3 gaan we knallen. We gaan naar de shuffles. Yes. Je leunt licht naar voren met je bovenlichaam. Yes, let's go. Fit. Stond even je armen mee als je kunt. Als je wil. Wat je prettig vindt. Dit is je stukje conditie. Hartslag even weer oppompen. Heel goed. Netjes. Blijf ontspannen in die schouders. Heel goed. Netjes. 20 seconden. Blijf doorgaan. Hou vol. Yes, geef niet. En door. Nog 4 seconden. En ho. Yes, heel goed. Haal even weer goed die adem. In door je neus, uit door je mond. We gaan door naar weer die air squat. Je gaat je billen naar achteren. Alsof je op het stoeltje gaat zitten. Vind je hem lastig, zou je hem ook nog hier kunnen oefenen. Maar volgens mij ging dat heel goed deze. Dus dat komt helemaal goed. Yes. 40 seconden weer op de klok. Heel goed. Netjes. Mooi op je hakken. Billen naar achteren. Heel goed. Ga door. Mooi tot 90 zakken.
Netjes. En we zijn alweer op de helft. Heel goed. Nog 10 seconden. Dus hou je schouders laag. Niet stiekem optrekken naar je hoofd. En de klok telt alweer af. Alweer 20 seconden rust. Heel goed. Gooi eventjes los. We gaan naar de volgende oefening. Dat is die step up. Hij is wel hoog, dus pak hem de eerste keer gewoon even langzaam. Bekijk gewoon eerst even goed hoe de oefening gaat, voordat je meteen te gek wil doen. De hele voet, dus niet alleen de voet. De hele voet zet je erop en eraf. De hele voet erop als het kan. Yes. En wissel af met been. Yes. En links. En weer rechts. Een klein stukje nadenken erbij. Dat is het. Maar gaat heel goed. Zolang je je hele voeten maar opzet, kracht vanuit je hakken, duw je omhoog. En weer op. Netjes, ziet er goed uit. Nog 15 seconden. Yes, dus ook nog niet te snel. Heb hem eerst goed door. Voordat je een misstap maakt, dat willen we niet. Zij telt alweer af. Nog één keertje, kom op. Heel goed. We gaan zo door naar die volgende oefening. De laatste oefening van ronde 1. En dat waren die triceps dipjes. Yes. Aan goed door, inderdaad. Neus in. Mond uit. Heel goed. Hoe voel je je? Goed. Yes. Wacht. Dat mag. Heel goed. Yes. Elleboog smal naar achter. Ja. Je buigt en je strekt. Ziet er goed uit. Lekker een zonnetje zo. Hartstikke fijn. We gaan straks wel gelijk door naar ronde 2. Je wil die 20 seconden rust. Maar we gaan gelijk zo meteen weer beginnen bij die eerste oefening. Lekker. Mooie houding. En hoog. Yes. Had je nog vragen over gaan oefenen of voelt het goed? Nee, maar vanuit duidelijk. Ja. Toen even een high five geven. Het begint te regenen. Ik weet dat we precies op tijd klaar zijn. Ja. En super bedankt. En ik hoop dat je dit kunt gebruiken voor onderweg. Nou, zo dan. Yes. Dankjewel. Zo.